Wayana's barricaderen vliegveld wegens COVID-19. Gramang Ipomadi Pelinapin der Wayana inheemsen is er niet over te spreken dat een lokale vliegmaatschappij mensen heeft vervoerd naar Kawemakan ondanks een vliegverbod naar het binnenland. Het stilleggen van het binnenlands vliegverkeer door de overheid is een van de maatregelen om spreiding van het coronavirus tegen te gaan. De dorpelingen hebben woedend gereageerd op de landing en hebben naar aanleiding daarvan het Lawa Anapaike Airport gebarricadeerd. Er zouden met de vlucht van donderdag 26 maart zeker 5 personen uit Paramaribo zijn afgezet op de airstrip van het inheems dorp. Pelinapin heeft in een videoboodschap iedereen opgeroepen de maatregelen ter voorkoming van verder spreiden van het levensgevaarlijk virus strikt op te volgen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.